Het Amsterdamse Rijksmuseum gaat onderzoek doen naar de herkomst van 10 objecten uit de koloniale collectie, schrijft NRC. Het onderzoek moet uitwijzen of de voorwerpen rechtmatig zijn verkregen. Martine Gosselink, hoofd van de afdeling geschiedenis, zegt tegen de krant dat het museum zich dan op eventuele claims kan voorbereiden, of zelfs proactief voorwerpen teruggeven die niet rechtmatig zijn verworven. Twee stukken die worden onderzocht zijn de diamant van Banjarmasin en een Singalees kalon. De diamant was van Sultan Panembahan Adam van Banjarmasin, Zuid-Borneo, en toen Nederland het sultanaat veroverde in 1859 werd de steen staatsbezit. Het kalon komt uit de 18e eeuw en werd door Nederlandse militairen buitgemaakt in Sri Lanka. Daarna werd het aan stadhouder Prins Willem V geschonken voor zijn rariteitkabinet.